Dag lieve mensen, ik ben Tine en welkom op mijn kanaal. Ik heb bij Action dit blok gekocht met deze kartonnen huisjes, papieren huisjes, want karton is het niet echt, om die te maken en om daar zo een winterdorpje mee te maken. Ik had vorig jaar dit blok gekocht, omdat ik zo een kerstdorpje wou maken, maar ik heb het eigenlijk nooit gebruikt. Er zit wel een goede chalkmarker in, ik weet dat die heel goed zijn. Ik weet ook niet, deze kostte vorig jaar €1,99. Ik denk dat ze deze dit jaar ook nog hadden, maar ik heb dus de zwarte meegenomen. En ook al gebruikt het niet, €1,99 voor zo'n goede chalkmarker is ook niet veel. Hè. Dus ik zou het alleen al kopen voor die marker. Maar goed, dit mag aan de kant. Ik ga dus de zwarte gebruiken. Maar ik vond dat zwart nu precies niet zo heel mooi voor een kerstdorpje te maken. Dat is nogal donker, zo hier op de tekening zie je. Dat is wel mooi gedaan met zo die lampjes erin. Maar ik vind dat toch nog vrij donker voor kerst. Dus ik ga proberen om hiervan Halloween huisjes te maken. Dus... er zit ook vellum in. Dat is ook wel goed. Om achter de raampjes te plakken. Dus kijk, ik ga er een huisje uithalen. Er zitten er, wacht hè, 12 huisjes in. En dan 4 verschillende soorten. Dus elk modelletje zit er 3 keer in. Eens kijken welk dat ik eerst ga gebruiken. Dit is ook wel mooi. Dit. En ik ga ook ineens die marker er al uithalen. Ik had het al losgemaakt. Zo. Oh, sorry. Dus ik ga het huisje eruit halen. Daar zit ook nog een sterretje in en een sneeuwpop en een kerstboompje. Die heb ik niet nodig, maar ik hou dat wel bij. Dus dit mag weg. Dus ik hou dat bij voor iets anders. En dan ga ik nu al de raampjes en de deurtjes. Het gaat er heel gemakkelijk uit. Hè. Je moet echt niet veel moeite doen. Dus dat ga ik nu snel doen. Zo, alle stukjes zijn eruit. Ik ga ook al direct een andere eruit halen, omdat ik die ga verven. Allee, ik ga die wat bewerken met inkt. En ik wil dan toch
Dan kan dat ondertussen drogen. Hè. Dat is ook wel leuk dan met die trapjes. Dat is ook een heel mooi. Ze zijn allemaal wel leuk, de huisjes. Eens kijken voor ik dit eruit halen. Waar zit het? Hier, dat is deze. Dus ga ik er ook uit halen. Oeps. Zo. Ik ga dit ook eventjes allemaal losmaken. Zo. Ik moet zeggen, dit huisje ging iets moeilijker, want zoals je ziet is er hier en daar een stukje uit. Maar op zich vond ik dat niet zo erg, want dat zou ze nog wel iets hebben. Het is tenslotte een Halloween huisje. Dus ik ga hier en daar een stukje stuk maken. Zo. Voor Halloween. Oh, ik ben nog iets vergeten. Die gaan echt iets moeilijker. Dus echt voorzichtig zijn. Als je niet wilt dat er iets stuk gaat, hè. Maar hier ook wel zo. Ik denk dat ik vooral eerst dit ga gebruiken. En deze mag aan de kant. Goed, dan ga ik de vouwlijnen al eventjes voorplooien. Want ik had hier en daar online al gezien dat dat niet zo gemakkelijk ging, dat het niet mooi op de lijnen plooide en dat de raampjes dan stuk gingen. Maar ik moet zeggen, bij dit modelletje gaat het goed. Ah, hier, voilà, dat bedoelen ze dus, dat het dan hier plooit. Maar als je voorzichtig bent, dan is dat geen probleem. Zo. Al eventjes voorgevallen. Nu ga ik met die chalkmarker wat decoratie aanbrengen. Nu, ik weet niet of je daar straks nog veel van gaat zien, want ik ga dat met wat van deze goud en metallic pasta opsmeren en deze 3D stempel en papierverf. Maar goh, je kunt dat doen met wat je wilt, hè. Als je dat niet hebt, je kunt dat doen met distress inkt, met inktjes van Action. Dat gaat ook allemaal. Ik heb hier ook een stukje crèvepapier onder gelegd, omdat ik mezelf ken. En anders hangt hier alles straks helemaal vol. Hier staan ook voorbeeldjes op van hoe dat je het kan decoreren. Dat is dit huisje. Ik ga dat zo een klein beetje zo gewoon. Je ziet, dat zijn heel goede markers voor op zwart, hè. Die zijn echt geweldig. Laat het even aan de kant leggen. Ja, en als je het dan voor kerst gebruikt, ja, dan is het om wat sneeuw en zo aan te brengen. Ik zeg het, ik twijfel eraan of ik daar straks nog iets van ga zien. Goed. Dan ga ik nu zo. Ik had hier een schabloon klaargenomen. Oh, dat maakt niet uit met welke
figuurtjes, dit zijn uw rechthoekjes en vierkantjes. Kladpapiertje. En ik ga deze glitter verf nemen, dat is zo'n beetje dikker, dat is een stempel en papierverf. Heb ik trouwens eens op de beurs gekocht. Is van Viva Decor. Dan ga ik daar even een stukje karton hier. Ja. Een beetje van uitnemen. En hier en daar al zo'n beetje. Nee, misschien ga ik dat anders doen. Nee, ik ga dat schabloon gebruiken. En dan ga ik daar wat van die 3D-verf op doen. En dan ga ik dat uitstrijken met een oude cadeaukaart. Zie je? En dan zie je zo precies wat baksteentjes. Ik ga dat daar afhalen. En dan hier aan deze kant. Nog wat aanbrengen als je vindt dat niet genoeg is. Een beetje opsmeren. En dat moet nu een beetje drogen. Dus vandaar dat ik er 2 heb uitgeduwd. Dan kan dit al aan de kant. Ik ga dat Ik heb hier zo'n doos die ik gebruik om in te sprayen. Ik ga die daar even inleggen. Zo. En dan ga ik nu deze ook zo bewerken. Ik ga ook weer eerst eventjes de vouwlijntjes al plooien. Misschien ook zo een stukje raam uithalen. En voilà, en dan ga ik dat ook met dit schabloontje wat bewerken. Karton haal ik er wat uit. Zeg, dat hoeft niet met die 3D verf. Hè. Je kunt dat ook met gewone acrylverf zelfs. Zo, en dan hier bovenaan. De achterkant van de huisjes doe ik niet. Hè. Dat vind ik niet nodig.
Zo, dat mag een bekende knoeiboel zijn, hè. Dit ga ik wegdoen. En dit ga ik aan de kant leggen. Dat heb ik eventjes niet nodig. Zo, mijn handen hangen vol. Dat potje mag ook dicht en aan de kant. En dan ga ik deze toch eventjes drogen met de heat tool. Ik ga dat buiten beeld doen, want en dat maakt veel lawaai. En dat duurt toch wel eventjes. Als het droog is, ga ik verder. Zo. Deze zijn droog. Dan ga ik daar nu wat... Ik ben aan het twijfelen tussen... koper of brons. Ik ga er wat koperverf op aanbrengen. Ik ga ook weer een kladpapiertje nemen. Ik heb hier een kladpapiertje uit een oude bullet journal. Dus dit leg ik hier. Ik ben alleen aan het denken... Normaal doe ik dat zo'n beetje op mijn vinger en breng ik dat zo aan. Ik hang al helemaal vol. Goed, ik zal een... eens kijken of ik nog... Voilà. Ik heb hier zo een sponsje. En dan ga ik zo hier en daar wat koperkleur aanbrengen. Het er zo een beetje vaal uitzien. En bij deze ga ik de bronzen kleur gebruiken in plaats van de koper. Ik heb aan de andere kant. Hop. Zo. Nee, dat ruikt precies naar citroen of sinaasappelen zo. Goed, aan de kant, sponsje ook. Nu ga ik daar wat op sprayen met goudkleur, denk ik. Ik ga eventjes mijn spraybox hier zetten. Ik hoop dat dat lukt. Wacht, hè. Momentje. Oeps. Want ik had hier van alles liggen. Dat mag niet vallen. Zo.
Stond hier al op mijn huisje. Zo, ik heb gold spray van de Action. Deze, die ga ik daar op sprayen. Hier ook nog een restje. Dat komt van bij boekenvoordeel, maar dat heb ik al zo lang. Dus ik ga dat er ook even, als het nog gaat. Ja, dit is wel mooier. Je ook weer zien dat het geen heel goud huisje wordt. Hè? Dat is niet de bedoeling. Oeps. Eens kijken welke kleurtjes hier ik nog heb. Dat is zilver, dat gaat daar niet meer bij passen, denk ik. Ik ga eens proberen. Dit is een zilver kleurtje. Nee, dat mag er niet. Grijs. Ik wil niet veel meer van dat groen. Ja, deze is beter als grijzig. Zo. Deze ga ik ook nog even drogen. Zo. Deze zijn droog. Ik heb hier ook nog wat paars op aangebracht. En hier nog wat meer koper. Dat is dus hoe je het zelf wilt. Hè. Van het zwarte papier blijft hier niet veel meer over. Ga dat wegleggen. Zo, dan zie je het beter. Goed. Dit mag even aan de kant. Wat ik nu ga doen, is hier op de achterkant vellum plakken. Daarvoor gebruik ik een papiertje uit dit blokje. Ook van de Action. En ik ga het gelige papiertje nemen. Dit. Dus ik ga er een paar stukken afsnijden. En die pak ik dan aan de binnenkant. Eerst dit kleine stukje. Eens kijken. Zo. Hier nog even zo aan de raampjes wat lijm aanbrengen. Zodat het allemaal mooi vast zit. Zo, zie je. Bij dat blok zit ook vellum. Hè? Even kijken.
zie je. En daar zitten twee papiertjes wit vellen in. Maar ik wou het met gekleurd. Want daar komt dan achteraf zo een theelichtje in met een batterij. En dan vind ik dat toch wel iets mooier dan hier aan de zijkanten van de raampjes ook. Dus wacht even met mijn plaat. Zo. Die hou ik bij voor mijn andere haasjes. Oei, dat is niet slim. Zo. Ja, het is hier weer heel warm en mijn lijm loopt gewoon. Kijk hoe uit mijn busje dan. Voilà. Over. En zo. En dan weer goed aanduwen. En dan zijn al mijn raampjes beplakt. En dan moet ik dit gewoon nog maar in elkaar lijmen. En mijn huisje decoreren. En dan is mijn eerste huisje klaar. Oeps. Goed aanduwen. Dus met mijn vouwbeentje aan de binnenkant. Je lijm plakt heel goed, maar omdat er zoveel glitter en zo op is, moet ik het toch even goed aanduwen. Want ik wil natuurlijk niet dat het na een paar dagen al loskomt. Hè. Dat is niet de bedoeling. Hè. Ik ga het er aan tussen doen, want hier was het nog niet. Zo. En ik heb hier ook wat kleine prulletjes die ik nog niet gehad. Eens kijken wat ik ga gebruiken. Dit hekje bijvoorbeeld, dat komt van deze. Slimline. Snijmel, ook van bij Action. Van deze. Dat jullie het kunnen zien. Dat is dit hekje. Zie je? Oeps. En dat ga ik gebruiken.
En ik ga dat. Ik heb dat ook een beetje met koper gekleurd. En ik wil dat dan hier zo een stukje opplakken. Zo bijvoorbeeld. Want ik. Oeps. Ziet mijn lijm loopt er zo uit. Want ik heb hier ook. Dat zijn stukken van een deurtje dat ik had. Er kunnen natuurlijk stukken van afknippen en die daar ook wel ergens op plakken. Ze dan wel eerst kleurtje geven met goud of gewoon zo in het zwart gaan natuurlijk ook. Ik had hier nog wat boompjes en takjes. Dus ik denk van dit boompje hier dan zo achter te plakken. Misschien toch zo. Ja, ik ga dat boompje hierop plakken. Oh. Echt, dat is van de warmte dat dat er zo uitloopt. Ik ga een stukje keukenpapier nemen. Trapte al met mijn voet in mijn doos met restjes papier. Eerst is goed afvegen. Niet te veel knoeien. Hop. Goed. Hier. En dan ga ik. Oeps. Dit takje hieronder ook vastplakken. En hier ook. Zo. Eventjes laten drogen. Even iets opleggen. En dan komt hier dat hekje. Ik heb hier ook zo van deze snijmel. Kan ik pompoentjes afknippen. Want ja, het ding is. Ik heb wel snijmallen met Halloween afbeeldingen. Maar die zijn vaak te groot voor bij die huisjes. Want dat deurtje is dan maar zo. En dan kan ik daar moeilijk zo'n skelet gaan bijplakken. Dus ja, heb ik wat gezocht achter kleine afbeeldingen. En ja, je kunt ook eventueel uit verpakkingsmateriaal ja, dingetjes uitknippen, hè. Of uit een tijdschrift Halloween afbeeldingen uitknippen. Als je niet echt standsmallen hebt van Halloween. Dit is ook niet echt van Halloween, die boom. Dat is van een, denk Tim Holtz snijmal. Ik ben niet zeker. Goed, dan ga ik dit hier zo plakken. Hop, allee. En ongeveer tot hier. Even zo vasthouden. Zo. En dan ga ik in mijn boom een vleermuisje plakken. Zo. Komt dan hier. Oeps, daar gaat ze.
Want ik heb hier ook ergens hier een kleine kat. En dat is dan gewoon ook van bij Action trouwens, zo'n klein ponsje met een katje op. En dat kan ik dan ook gebruiken voor bij die huisjes. Dus ik kan bijvoorbeeld hier aan het raam een zwarte kat plakken. Maar bij deze ga ik het zo laten. Ik heb ook nog dit huisje om te decoreren. Dus ik ga dit laten drogen. Even aan de kant leggen. En nu ga ik eerst hier vellum plakken aan de binnenkant. Dus dat ga ik eventjes snel doen. Ik ga dat ook met dat geel doen. Ik ga niet beginnen met verschillende kleurtjes. Als je dat wilt, doe je dat natuurlijk. Maar ik wil alles met dit kleurtje van vellum. Dus dat hekje komt aan deze zijde. Ik ga wel dat stukje dat nog zwart is hier eraf knippen. Want hier komt dan mijn ander huisje tegen. Dus ik ga even kijken. Ja, ik ga dat zo plakken. Dus ik ga dat op heel die onderkant hier plakken. Dus dat komt zo. Dat omdraaien om goed aan te duwen. Voilà. En dan heb ik hier nog een boompje. Dat kan ik daar ook zo achter plakken. Even kijken wat had ik hier nog. Goed. Een toetje met wat distress hangt aan. Dat ga ik zo doen. Oh, het stukje is niet helemaal doorgestanst. Maar oké. Zo. Dat ga ik dan ook hier zo plakken. Op de rand. Het zijn dan twee dezelfde boompjes. Maar dat is nu ook weer niet zo erg. Maar het zijn de enige boompjes die er qua grootte bij passen. Voilà. Ik heb hier dan dat katje dat ik met de pons heb uitgeponst. Die ga ik hier ergens aan een raampje plakken. Hier zo. Zo. Die mag dan hier komen. En dan kun je natuurlijk met een pen, met een zwarte marker hier en daar. Oei, schat, wel dat wat beter vastlijmen. Ik zeg het, dat is op die glitterverf, dat plakt niet direct goed vast. Zo. Wat heb ik hier nog? Ik heb hier nog een ander takje. Ja, dan kan ik daar ook nog bij plakken. Zo. Dan is het toch iets anders dan die vorige boom. Dan heb ik nog vleermuisjes. Ik had hier graag nog een vleermuis geplakt. Even kijken. Nee.
zullen we eens in mijn restjes kijken. Misschien een pompoentje. Ja, ik ga hier zo dat pompoentje plakken. En dan met een marker, nou dat is nu ambetant, omdat dat niet strak ligt. Zo een beetje. Spin heb ik het tekenen. Zoals ik al zei, dat hoeft niet. Het is een Halloween huisje, dat hoeft niet perfect te zijn. Dan hier zo een barstje in de venster. Misschien hier nog een webje. Zo. Ik heb ook nog vast. Zo, ik weet niet hoe dat dan noemt, maar daar kan ik ook stukjes afknippen. En dan kan ik dat ook hier en daar een beetje opplakken. En mijn andere huisje heb ik dan nog niet gedaan. Dat had ik ook nog, een grafzerkje. Wat vuiler van kleur maken. Oeps. Daar kan ik dan ook nog, waar heb ik nu mijn marker gelegd? Hier. Zo bijvoorbeeld. Dan kan ik dat daaronder plakken. Zie je, met allerlei restjes en dingetjes die ik nog niet heb. Nu vind ik dat daar niet zo mooi op. Zou ik dat wel doen? Ik ga dat een beetje naar daar plooien. Allee, zo plakken. Dat is wat te veel. Zo. Voilà. Ik ga eens kijken, want ik wil toch nog hier een vleermuis kunnen plakken. Lepeltjes en zo. Zie dan bijvoorbeeld een stukje lint. Zo, zwart lintje. Dat kan ook altijd. Hè. Dat is ook mooi erbij. Hè. Ja, het is om echt kleine dingetjes die bij passen te gebruiken. Even aan het zien, want ik heb hier ook zo ooit eens een maandje gemaakt. Dat zou daar misschien ook nog mooi achter gaan. Maar ik ga eerst zien of dat ik hier nog, ja, ik heb hier nog vleermuisjes in zitten. Het zijn precies wel alleen maar witte. Hier heb ik er een. Zo, mijn pincet even pakken.
Dat dat niet allemaal moet uit. Halen. Zo. Zie je, en ik heb wel mooie dingen zoals die pompoentjes en zo, maar die zijn veel te groot om daarbij te gebruiken. Of die leuke katten. Skeletjes, dat gaat niet, hè. Of die pompoenen. Goed, dat mag weg. En dan ga ik dat vleermuisje. Of ik kan dat ook hier pakken. Of ook in de boom. Zeg het, dit zijn ook allemaal restjes van. Het zou eigenlijk een lantaarn kunnen zijn. Zwart is dan niet zo mooi. Ik heb hier nog dat koper en zo liggen. En misschien kan ik dat wel. Oeps. Als ik eraan kan, want dat ligt hier weer vol. Van alles, hè. Hier zijn mijn potjes. Ik ga dat een kleurtje geven. Ik zal even zien voor een stukje kladpapier. Hier zo. Potje. Misschien hier ook nog. Dat kan ik daar nog voor gebruiken. Hè. Zo. Nu ziet er niet meer uit als een lantaarn. Goed. Oeps. Dan kan ik weer helemaal vol. Nou, zal ik dan nu even moeten laten drogen. En dan ga ik het direct plakken. Oepsie. Ik had hier ook dit bij me gepakt. Dat is ook nog uit een ouder blok van bij Action. En ik vond dit wel leuk. Maar dat is nogal groot om daarbij te plakken. Hè. Ik ga het er eventjes afknippen. Kijken of daar nu echt niks op staat dat ik kan gebruiken. Iets klein. Nee. Goed, ik ga dus eens even zien. Echt wel te groot zijn, vrees ik. Wat ik hier wel zie, ik zie hierop staan, your perfect home. Dat kan ik eventueel. Daar afknippen. Dat hier zo ergens. Plakken. En voilà. Iets opleggen. Zo. Ik was hier bezig, hè. Ja, dat
gaat te groot zijn. Dat is wel jammer. Misschien dat ik het later. Nee. Dat is wel leuk voor bij grotere huisjes, hè. Dan kan je dat gewoon zo gebruiken. Goed, maar ik ga toch deze dingetjes erbij plakken. Oeps. Dat hier. Eventjes vastzetten. Met die spelletjes. En iets onderleggen. Dat is nu wel net iets te hoog, hè. Goed. Ah. Dan draai ik het eventjes. Zo. Ondertussen. Dan ik dit misschien hier aan mijn dak plakken. Dus nu is het gewoon, ga kijken wat ik heb van decoratie en het er gewoon allemaal een beetje bij plakken. En dan hier mijn vleermuisje, ik ga dat losmaken, dat zal nu wel vast, oh nee, het zat nog niet vast. Dat is niet slim. Ik zeg het, die koperverf. En zeker, ik kon weer niet wachten tot het droog is. Het is nog wat nat. Dan plakt dat natuurlijk niet goed. Ik ga hem andersom plakken. Vind ik mooier. Zo. Zo. Mijn vleermuisje. Hier. Nee, ga ik op mijn huisje plakken. En voilà. En dat vind ik momenteel dan wel genoeg. Kan natuurlijk. Ik ga eerst mijn lijm dicht doen. Hè. Oei. En voilà. Zo is mijn huisje dus geworden. Ik ga het aan het einde nog wel wat inzoomen, dan zien jullie het veel beter. Dit is mijn andere huisje. Zoals je ziet, dit is hoger. Dus, maar ik ga die zo rechtop zetten en dan ga ik die zo naast elkaar zetten. Dat het zo komt. Ik heb er nog twee extra gemaakt. Dit. Dat zou eventueel hier kunnen komen. Of op. Zo. Dat gaat ook. Dit hier. En dan dat daar. Zo'n heel dorpje. En zoals ik al zei, er zitten er 12 in. Dus je kunt 12 huisjes maken. En ik heb dan ook zo van bij Action van die lichtjes op batterijtjes en die gaan er dan zo in komen, dus als het dan rechtop staat en het is wat donkerder, ik denk dat dat wel heel mooi gaat zijn. Zo ziet je dat natuurlijk niet zo goed, maar ik ga het dadelijk vanuit een andere hoek laten zien. Zo. Ik heb mijn huisjes eventjes hier gezet. Ik vind het best nog wel mooi geworden. Zo. Hopelijk heb ik jullie weer wat. Oh nee, sorry. Er zit een reuze kat ineens op. Bella, dat mag niet. Oh nee, Bella. Sorry, ik ga even bellen. Bella. Allee, opzij. Zo.
Hopelijk heb ik jullie weer wat kunnen inspireren. Bedankt om te kijken en tot volgende keer. Dag.